Strakjes staan jullie ook hierachter. En het is dan de bedoeling dat jullie inderdaad je even voorstellen. Nou, mijn naam is Vanessa Vriends. Ik ben marketing communicatie professional bij Rabobank Graafschap Noord. En mijn droom is dat ik heel veel mensen in de regio natuurlijk met de producten en diensten van de Rabobank erg blij kan maken. Want daar vind ik gewoon het mooiste om te doen. Nu is het de bedoeling dat jullie vertellen wie jullie zijn en dat jullie je dromen vertellen. En dat mag op deze plek. Dus ik ga u als eerste uitnodigen om hier plaats te nemen. En één voor één komen jullie allemaal aan beurt. Ik vraag me altijd af of ik niet te lang voor het beeld ben dan. Ik zak iets. Ik zak iets. Dit is perfect. Ik ben goed in beeld. Mijn naam is Bert Oosterbrug. Ik ben deze week begonnen met Numero's Advies en Administratie. Mijn droom is jullie het allemaal veel makkelijker maken in het leven. Administratie is niet moeilijk, je kunt het allemaal zelf. En ik ben er om jullie te faciliteren. Super, dankjewel. Dankjewel. Mag ik een tweede woord geven? Ik ben ook behoorlijk lang. Ben ik in beeld? Nee, ja. Zo. Hoe moet ik? Oké. Okay. Okay, ik kom op de knieën. Oké, helemaal goed. Dat is ja. Goed in beeld. Ik ben Henk Koskamp van Fachhochschule Zutphen. En mijn droom is voor u op de knieën te gaan. En mijn tip is, ik wil u graag een stukje bij de hand meenemen. Dan kunt u ook gaan staan en mijn blik zien. Richard, deel je droom. Ja, kan ik? Ja, heel goed. Ik ben Richard Buitink, 21 jaar werkzaam bij de Rabobank. Over 4 dagen stop ik. Ik gooi mijn zekerheid weg om mijn droom achterna te gaan. En mijn droom is ondernemers helpen hun dromen te realiseren. Met ondernemersadvies, bedrijfsplannen schrijven, liquiditeitsplanningen maken. En met name het onzorgen bij strategische planning. Mijn website is nog niet online. Mijn bedrijfsnaam is nog niet bekend. Tot die tijd kun je mij bereiken op 06-10-90-5516. Bedankt. Nou, deel je droom. Ik ben Bert Klompaar, eigenaar van het bedrijf AllCRM. En mijn droom is om zoveel mogelijk bedrijven te ondersteunen op het gebied van relatiemanagement. Dat doen we in een cloudoplossing. En ik zou jullie allemaal graag verwelkomen. Leuk, dankjewel. Mag ik uitnodigen? Kom gerust dichterbij hoor. Hallo, ik ben Dick Lengeman, ik woon in Eefde. Ik krijg de kans om het bedrijf van mijn baas over te nemen uit maart. Dus wie weet zien we jullie dan nog een keer weer terug. Ja. Ja. Met de lengte of valt het dan mee zo? Ik zal eens even kijken. Nee, dat gaat goed. Oké. Okay. Ik ben Sybren Tjepkoma. Ik ben sinds 2,5 jaar bezig met mijn eigen bedrijf Tjepkoma Medical Products. Ik verkoop onder andere medische disposables en bladder scanners. En ik ga nu met een compagnon een nieuw bedrijf opzetten, Intermediate Medical Products. En er wordt een hele range van bladder scanners komen erop te staan. Mijn droom is dat dat natuurlijk ook een succes wordt. En mijn tip aan de mensen is doorzetten. En je niet bij de eerste beste keer bij de pakken neerzetten, gewoon doorgaan. Mooi, ja. Dank u wel. Ja. Mijn naam is Mariette Iekink. Ik start bij 1 januari met een online bureau voor online salarisverwerking en HRM-advies. Voor werkgevers in het MKB. En mijn droom is om het voor de werkgevers een stukje makkelijker te maken om op een goede, correcte, juiste manier met hun personeel om te gaan en te kijken hoe ik u daarbij kan helpen. Mijn website is www.loonaccess, dat is xs.nl. Heel mooi. Mag ik u uitnodigen? Ja, u bent goed in beeld. Ja, gaat u maar. Mijn naam is Gerrit Renten van Hengelot, het Hengelo. Ik handel in deuren en kozijnen. En mocht je een mooie deur nodig hebben of je denkt een mooie deur voor mij te hebben, ik koop ze in en ik verkoop ze weer. En mocht je interesse hebben, je kunt me altijd bellen op 06-37-27-3204. Leuk, dank u wel.
te scheiden. Kom erbij. Ik ben Matthijs Grasman, laatste jaar plantenteeltstudent en mijn droom is om een eigen kwekerij op te starten. Mijn naam is Martijn Hooglicht. Ik ben regiomanager voor Doetinchem in Bedrijf. En mijn droom is het verbinden van onder andere startende ondernemers in de regio Doetinchem, maar ook eigenlijk wel Zutphen, alle andere regio's die we hebben. En om deze te verbinden, leuke nieuwe samenwerkingen aan te laten gaan. En gezellige netwerkevenementen voor ze te organiseren. Dank u. Dank u. Ik ben Jeroen Salemink. Ja, past hij erop? Past erop. Ik ben ook student Small Business Retail Management in Deventer. Ik loop stage bij Centrum voor Jong Ondernemerschap. En dat is ook mijn droom om zelf een Centrum voor Jong Ondernemerschap op te richten. Als stagiair maak ik mee wat de meerwaarde van een netwerk is en hoe belangrijk het is dat beginnende ondernemers van hun zolderkamer gehaald worden en samen gaan ondernemen en elkaars kwaliteit gaan gebruiken. En als je dat ziet, dan raak je helemaal besmet met het netwerkvirus. Dus ik zou graag zelf een Centrum voor Jong Ondernemerschap op willen richten. Kijk voor meer informatie op de site www.cvjo.nl. Ja, voor degenen die nog niet geweest zijn, kom maar. Ik zie daar iemand staan. Kan die zo? Ja, check. Mijn naam is Cyril Samuels. Ik ben 13 jaar eigenaar van het bedrijf CE Perslucht in Deventer. Wij importeren compressoren uit Italië. Wij hebben sinds kort een eigen merk. Wij importeren eigen merk, Airworks compressoren. Mijn droom is om het groot, sterk, stoer merk van te maken. En ja, dat is het eigenlijk. Dank u. Ik ben te lang. Nee hoor, kan goed, kan. Ja. Goed. Goedenavond, ik ben Henk Derksen. Ik ben tot een paar maanden geleden was ik projectmanager in de ICT bij een heel groot bedrijf. Ik heb daar heel veel ervaringen op gedaan, internationaal. Hoe koppel je producten van verschillende bedrijven aan elkaar? Hoe ga je om met planningen, met begrotingen? Hoe ga je om met risico's? En ik ben eigenlijk op zoek naar ondernemers die deze kwaliteiten, deze ervaring zouden willen gebruiken. Dankjewel. Deel een droom. Goedenavond, ik ben Harry van der Vlecht van Consultar, een adviesbureau dat adviseert, onderzoekt en realiseert. En mijn droom is dat alle bedrijven, MKB-bedrijven in de Achterhoek, duurzaam, innovatief, procesgericht zullen gaan werken, nu en in de toekomst. En mijn tip, de duurzaamheid valt nu al geld te verdienen. Dank u. Mijn naam is Gera Weesjes. Ik wil per 1 januari starten met een naaiatelier voor kleding op maat. En dan wil ik me voornamelijk ook richten voor mensen met bijzondere maten en mensen met een beperking die vaak heel moeilijk aan passende kleding kunnen komen. En daarnaast de kledingherstel er ook bij. Dat was het. Dank u wel. Mijn naam is Mirjam Dijkman. Ik wil als flexkracht op communicatie- en marketinggebied aan de slag. En mijn droom is om organisaties en ZZP'ers op dit vlak optimaal te ondersteunen. Mooi, dankjewel. Ja, ik ben Christine Rescanier. Ik woon in Voorden en mijn droom is, ik hou heel veel van sporten. En sinds, mijn droom is mensen aan het bewegen brengen.
En met name met wandelen en yoga. Dankjewel. Ja, die staat er mooi. Mijn naam is Maggie Wegman. Mijn droom is om samen met mijn man vanuit het bedrijf wat hij heeft, Shomer, chocolade en marsepein atelier, op camping het Waldhoorn in Eefde, waar we een prachtige locatie hebben gevonden, creatieve activiteiten voor de recreatieve sector, maar wel met een educatieve basis, heel gepassioneerd te kunnen verzorgen. Wij kunnen van alles faciliteren, van het kopje koffie bij binnenkomst, de catering, de activiteiten, tot het eindstukje. En ik hoop dat nog de komende 10 jaar te doen om een mooi bedrijf daar op poten te zetten. Dank u wel. Ja? Deel je droom. Mijn naam is Minko Somers. Ik wil een bedrijf gaan starten als adviseur en voor verkoopondersteuning. En mijn droom is succesvol zijn in wat ik doe, doe wat ik leuk vind en zo gaan mensen dat we dan hebben. Deel uw droom. Ja? Mijn naam is Gerton Damen, ik ben bouwkundig architect. Sinds 1 november een eigen bureau gestart. En mijn droom is mensen te helpen. Mensen, particulier, zowel als bedrijven, in hun ruimtevraagstuk om te kijken of hun huisvesting geoptimaliseerd kan worden, CQ vernieuwd moet worden. Dus iedereen die verbouwplannen, nieuwbouwplannen heeft, kan mij benaderen en dan zoeken we naar de, ja, de meest efficiënte oplossing. Dank u wel. Ja, ik zie daar achter nog mensen staan. U mag naar voren komen. Mag ik u uitnodigen? Ja, zeker. Leuk. Nou, deel uw droom. Mijn naam is Gerard en mijn droom is om samen met mijn vrouw een webshop op te starten in beauty en nail artikelen. We hebben al een naam, www.beautynailsworld.nl, dus bij deze. En de droom is om daar een bloeiende zaak van te maken. Mooi. Dankjewel. Kom even naar voren als je nog niet aan de beurt bent geweest. Ik wil jullie heel graag horen. Lilian, mag ik jou eerst vragen? Deel je droom. Ik ben Lilian Kamping. Ik ben in afgelopen maart begonnen met een winkel in tweedehands kleding en duurzame en fairtrade cadeauartikelen. En mijn droom is om dit te laten uitgroeien tot een winkel die bekend staat om deze kwaliteiten. Een duurzaam fairtrade karakter en een sfeervolle winkel. Dankjewel. Ik ben Robert de Greef, ik ben bouwkundig constructeur. Ik bereken constructies van een stalen bouw tot een complete nieuwbouw. En ik wil dit graag in de komende jaren met veel plezier continueren en met een kleine groei. Mooi, dankjewel. Gaan jullie al bij de gelijk? Ja, graag. Kijk eens, heel mooi. Ja, ik ga eens even naar kijken hoe jullie in beeld staan. Ja, Nola nog iets naar die kant, dan kan Rick nog heel iets naar die kant. Ja, check. Ja. Blijf staan. Deel jullie droom. Nou, mijn naam is Nola Janssen Dalen, mede-eigenaar van Hedan Telecom en ICT. En onze droom is om met Hedan Telecom en ICT onze bedrijven zo goed mogelijk te kunnen bedienen in hun communicatiewensen. Daarnaast hebben we een tweede bedrijf genaamd Septiek, die levert diensten zoals telefoonlijnen, glasvezellijnen, ADSL-lijnen. En daarmee willen wij de klanten op een nog betere manier voorzien van communicatiemiddelen. Dankjewel. Hoi, naast elkaar. Mijn naam is Kim Maagman, ik heb een webwinkel in handgemaakte producten. Mijn droom is om mooie producten te blijven maken, van mooie kwaliteit. En ook een hele grote droom is om goed gevonden te worden op Google. Wie heeft het nog niet gehad? Kom gerust even voor, Marco. Heb je het net gehad?
Goedenavond, wil jij nog een brand delen? Oh, ik wil best een brand delen. Waar gaat het op? 8 uur journaal? Waar wil je mee hebben? Ja, check. Ja? Ja. Ja? Ja. Mijn naam is David van Linden. Ik heb een hele grote droom. En dat is meer het stimuleren van economische dynamiek in deze Achterhoek. Door het stimuleren van ondernemerschap. Dank u.